Brabant is milieubewust. Dat laten we zien door bijvoorbeeld geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken om ons onkruid te bestrijden. Of door bijvoorbeeld ons teerhoudend asfaltgranulaat op een hele goede manier af te voeren zonder dat het risico's voor het milieu met zich meebrengt. Vijftig jaar geleden werden in betonwegen krimpvoegen aangebracht. Bij deze krimpvoeg werd onder in de betonverharding vaak een asbeststrook aangebracht. Nu weten we wel beter, dus overal waar we in Brabant aan de weg werken, zorgen we ervoor dat dit asbest zo veilig mogelijk wordt verwijderd. Voordat we zo'n asbeststrook uit het wegdek kunnen halen, moet dat weggedeelte eerst losgezaagd worden. Ook hier wordt met behulp van het milieumanagementsysteem gezorgd dat alle aspecten van veiligheid, milieuwetgeving en milieubelasting systematisch wordt beheerst. Daarna wordt de asbesthoudende betonstrook in zijn geheel eruit gehaald. Bij dit soort complexe werkzaamheden wordt het belang van een gecertificeerd milieumanagementsysteem erg duidelijk. De certificering biedt namelijk een garantie voor de continuïteit van het systeem, doordat externe deskundigen regelmatig controles uitvoeren. Dat houdt ons allemaal scherp. Brabant is voorloper en de enige provincie in Nederland die voor haar taakgebied wegen een ISO 14001 certificaat heeft gehaald. Ook de tussenliggende gedeelten van de betonweg, dus de stukken waar geen asbest in zit, worden eruit gehaald. Die wegdelen worden in grote stukken gebroken en afgevoerd naar een breekinstallatie. Daar wordt alles in de juiste fractie gebroken. Wat er niet in thuis hoort, wordt eruit gehaald. Het betongruis dat overblijft is zo schoon dat het weer gewoon te gebruiken is. Bijvoorbeeld als fundament voor nieuw aan te leggen wegen of als zand- en grindvervanger in nieuw betonmengsel voor wegen. Hiermee zorgen we ervoor dat we zo weinig mogelijk primaire bouwstoffen gebruiken, maar zoveel mogelijk secundaire bouwstoffen. Brabant is ook een duurzame provincie. Een hele mooie provincie waarvan we eigenlijk willen dat toekomstige generaties er net zo van kunnen genieten als wij nu doen. En daar proberen we ook bij de wegen met de materialen die we gebruiken enzovoort echt rekening mee te houden. Onkruid willen we zoveel mogelijk voorkomen zodat we het niet hoeven te bestrijden. Het begint dus met preventie. De beste manier om ervoor te zorgen dat onkruid geen kans krijgt, is ervoor te zorgen dat het niet kan groeien. Dat kan door bij aanleg van wegen en rotondes hier al rekening mee te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door bij de aanleg van banden en goten geen stenen te gebruiken waar het onkruid zich kan vestigen. Maar wel leggen we betonranden aan. Eén band uit één stuk beton. Daarnaast is het gebruik van printbeton langs rotondes een goede manier om onkruid tegen te gaan. Een betonnen verharding met een klinkerprint erin gedrukt. Het ziet eruit alsof er klinkers in de weg liggen. Het onkruid krijgt daardoor geen kans zich daar te vestigen. Al met al zorgt dit voor minder onderhoudsnoodzaak en is dus milieuvriendelijker. Natuurlijk zijn er in Brabant nog veel wegen waar ook op andere manieren onkruid bestreden moet worden. Maar dan wel altijd op een milieuvriendelijke manier. De provincie Noord-Brabant gebruikt sinds 1996 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer bij het beheer en onderhoud. Door het borstelen van de wegkanten wordt het onkruid mechanisch verwijderd. Ook hier wordt de essentie van het milieumanagementsysteem zichtbaar. De duurzame integratie van milieuaspecten in alle werkprocessen van onze organisatie. Het is belangrijk om zo'n gecertificeerd systeem te hebben, omdat je op die manier scherp gehouden wordt. Het zijn externe deskundigen die beoordelen of je bij de les bent, of je nog steeds de meest milieuvriendelijke methode toepassen, want die kunnen ook in de tijd veranderen. En het is gewoon heel goed dat je daar ook van buitenaf op beoordeeld wordt. Elk jaar zorgt de eikenprocessierups in onze provincie weer voor een hoop overlast. Vooral op eikenbomen komen deze rupsen nogal eens voor. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen. Vooral de brandharen vormen een gevaar voor de gezondheid. Ze kunnen heftige allergische reacties veroorzaken. Daarom bestrijden we de eikenprocessierups.
We kennen daarvoor meerdere manieren, maar één van de nieuwste methodes is het wegzuigen en het daarna meteen verbranden. Met behulp van een speciale stofzuiger worden de rupsen en hun nesten uit de bomen gehaald. Ze komen dan in een speciaal voor de bestrijding van deze rups ontwikkelde machine terecht. Die zorgt ervoor dat de rupsen en de nesten meteen op locatie worden verbrand. Hierdoor blijven geen rupsrestanten achter en hoeft geen schadelijk afval afgevoerd te worden. Voor Brabant is milieumanagement een continu proces. Een proces dat steeds aandacht nodig heeft en dat constant in beweging is. Wij hebben als provincie ontzettend veel van dit proces geleerd. Ik zou u dan ook allemaal willen aanraden om hetzelfde ook eens te proberen. Houdt uw processen allemaal eens tegen het licht. Dan komt u vast ook nog tot ontdekkingen waar u dingen kunt verbeteren. En als we dat met z'n allen doen, komen we samen een stap verder.